heb ik een broodbox gekocht, besteld. Ja, yeah. Voor €2,99. Dus ik ben benieuwd wat daar dan in gaat zitten. Ik heb helaas geen broodbox. Nee, het was allemaal geannuleerd, dus ik krijg het geld gewoon terug. Nou, top. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. We zijn op zaterdag aanbeland op de 16e van de 7e 2022. En we leven om 13:23. Ik ga zo mijn hondjes uitlaten. Ik heb wel giga hoofdpijn, maar we maken er gewoon weer wel een gezellige dag van. Want Karen, die komen we ook nog ophalen. En ja, die had het over een ritje Alkmaar, maar ik wil toch ook vragen of ze mee wilt om de andere rollator te halen bij Mary vandaan. Ja, laat die telefoon maar even gaan, kan er ook niks aan doen. Nee. En zij weet het ook niet dat ik aan het vloggen ben. Maar ja, het heeft pech. Ja, toch. Ik belde zo wel weer even terug. Maar ik moet de hondjes ook nog uitlaten, et cetera. En een beetje schilvende hoofdpijn. Ik hoop dat het met wat frisse lucht over wilt gaan. Ik heb net medicatie ingenomen, dus. Maar dat komt allemaal wel goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, hou gewoon vol goede moed. Doe ik ook. En alles komt er goed, simpel. Ja, wat blijf ik wel net zeggen? Blijf. Oh, nee, oké. Dus ja, het was dus meer, ja. Maar in ieder geval, ja, zegt ze, oh, dat dacht ik wel. Ja, dan denkt ze dat ik met de honden eruit ben. Maar nee, ik neem gewoon niet op als ik ook aan het vloggen ben, nee. Of ik moet weten dat het belangrijk is, ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Ja, lieve vrienden, Karin, die krijg ik niet te zien. Nee, want die heeft klusjes te doen samen met een ander, dus ja. Dus ze komt niet, dus. Maar het maakt niet uit, ik het lekker rustig. Ik moest eigenlijk ook weg, maar dat heb ik afgezegd. Ja, ik denk, bekijk het maar, want ik ben lang niet in orde. Mijn hoofd, dat is dan weer heel erg. En dan zakt het weer en dan is het er weer. Komt allemaal door het weer mede. Maar ja, ik zit ook te denken om later op de dag wat... ik moet wel weer naar de FOMAR toe. Dan heb ik een broodbox gekocht, besteld. Ja, yeah, voor €2,99. Dus ik ben benieuwd wat daar dan in gaat zitten. Maar het maakt niet uit, ook al kan ik er een andere gelukkig mee maken, vooral in deze bizarre tijd. Ja, dus ik denk wel aan de minder gedeelde mensen. Ja, dat doen we wel, hè. Jazeker. Maar het komt allemaal goed, lieve vrienden. En geniet van alles met wat jullie doen. En ik ga zo aan het werk. Ik heb de map alweer klaarstaan met alle losse vlogs, filmpjes van de vorige keer. Wat ik nog in mappen moet doen en een naam moet geven. Dus ja, dat moet ik ook doen en ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Dus ik heb nog genoeg te doen. Dus ja, lekker thuis blijven verder op de broodbox na. En daar neem ik jullie natuurlijk ook weer in mee wat daarin zit vanzelf. Ja. Komt allemaal goed. Enkel ik moet die later ophalen dan de Good to Go. Want de Good to Go, dat is om 5:00 en deze rond 6:00 vanavond. 18:00 dus. Dus ja, we zien het wel. Ja toch? Ik zou zeggen, geniet en geniet lekker met ons mee. Ja, daar zijn we weer eventjes retour. Ik heb helaas geen broodbox. Nee, het was allemaal geannuleerd, dus ik krijg het geld gewoon terug. Nou, toppie. Ja. Maar ja, ik heb wel gelijk even een soort boodschapjes gedaan. Ook mijn poes een beetje. Ik kan al zijn nat voor, is bijna op. Dus ik denk, gelijk halen. Ja. Dat ga ik zo meteen even de meisjes uitlaten. Ik ga eerst naar de wc. Daar gaan jullie echt niet mee. Nee. Dan ga ik naar boven. Dan trek ik even een andere broek aan. Want deze broek, nou kijk, iedere keer na mij een kuiten toe. Ik vind dat zo niet fijn. En als ik ga staan, dan komt die tot hier. Vind ik niet fijn. Nee.
Nou, ik heb mijn bloemetjesbroek alweer gewassen en gestreken, dus ik doe die gewoon weer aan. Gisteren had ik hem aan, maar hij is alweer schoon en gestreken, dus doe ik die aan. En ja, ik weet niet of dat t-shirtje erbij staat, maar dat boeit me even niet. Het gaat erom dat ik in ieder geval mijn laarsjes ook weer aan kan doen, want ik heb ijskoude voeten. Ik ga zo niet meer naar buiten, nee. En die broek, nou ja, die ga ik niet meer aandoen. Ik vind hem niet meer lekker zitten. Hij is goed voor iemand die het niet breed hebt. Ja, ik heb het ook wel niet breed, maar ik geef dat graag aan iemand ja, die het wel wil hebben en het niet kan bekostigen of wat dan ook. Dus komt allemaal goed, lieve vrienden. En ik wens jullie natuurlijk een hele fijne, liefdevolle avond toe. En wat de avond mij brengen gaat, weet ik ook niet. Ja, televisie kijken en misschien nog een vlog in elkaar zetten, dat weet ik niet. Ik heb er al wel eentje klaar, die staat al op YouTube. Die moet al klaar zijn. Ja, bloot voltooid en dat is daar ook klaar. Nou, toppie. Helemaal geweldig. Dan kan ik er gewoon straks misschien nog eentje maken. Maar het ligt er ook aan wat mijn hoofd doet, want het blijft maar zeuren, hè. Op en neer. Niet leuk meer. Nou, daar ligt er één. En daar ligt er één. Dus ja, dat dus. Ik ga dus even naar boven. Ja, ik zou zeggen tot later. Down on me, and you showed me the way. The best things in life are free.